Ik ben Charlotte van Koesveld. Ik werk bij WUON. En WUON is de organisatie die in Nederland de weefseldonatieprocedures verricht. Ons werk begint eigenlijk op het moment dat bij het orgaancentrum door de donor, de professional, een donormelding is aangenomen en beoordeeld als geschikt. Dan kijken ze van welke weefsels er uitgenomen kunnen worden en nemen contact op met op dat moment dienstdoende medewerker van ons. En op dat moment begint voor ons het werk en die medewerker stelt zijn eigen team ook op de hoogte en komen naar WUON toe om de materialen te verzamelen die ze nodig hebben om de procedures uit te voeren. En ze starten op en dan vertrekken ze na afstemming met het ziekenhuis of de locatie waar de donor is, reizen ze af en gaan de procedure uitvoeren. Je wordt niet opgejaagd door een bloeddruk die zakt. Je wordt niet opgejaagd door andere omstandigheden. Je hebt de ruimte en de rust om daar echt zorgvuldige stappen te zetten die gezet moeten worden voor de uitname. Het mooie aan dit werk is dat het iets goeds doet. Het is werk met betekenis. Iedere procedure die we uitvoeren, dan dat geven we niet persoonlijk aan een ander, maar je weet wel dat die weg naar een ander en een betere kwaliteit van leven gemaakt gaat worden. En dat geeft jou persoonlijk natuurlijk een goed gevoel wanneer je daar een bijdrage aan mag leveren. Dus ja, dat is iets waar ik blij van ben en voldaan van kan raken. Ja.